Heel wat bedrijven hebben extra budget uitgetrokken voor digitale transformatie. Gemiddeld spreken we over een verhoging van 33%. Vandaag duiken we in de wereld van het Belgisch bedrijf dat sinds 2003 ICT-diensten levert en helpt bij het begeleiden bij business en digitale transformatie. De naam Delaware laat niet misschien direct uitschijnen, maar van origine zijn wij een Belgisch bedrijf, opgericht in 2003. Op vandaag zijn we aanwezig in een 12-tal landen, waar we met een groep van 2500 professionals onze klanten helpen met het enerzijds het implementeren van IT-oplossingen. Nu, anderzijds, IT en technologie evolueert sneller en sneller. Dus ook daar proberen we voornamelijk ook mee te denken met onze klanten, hoe dan ze deze oplossingen op een performante manier kunnen implementeren. Vanuit Delaware proberen we onszelf heruit te vinden tijdens de COVID-periode. En daar proberen we nieuwe oplossingen uit te vinden. Een voorbeeldje daarvan is de Seat Reservation App. Een oplossing waar dat eigenlijk werknemers op een veilige manier kunnen terugkeren naar kantoor. Andere oplossingen is in het kader van Augmented Reality, Virtual Reality, waar we mensen kunnen trainen in een COVID-vrije omgeving, virtueel. Digitale strategie wil eigenlijk concreet zeggen dat we gaan meedenken met bedrijven hoe ze enerzijds kosten kunnen besparen en anderzijds nieuwe omzet kunnen genereren, zoals bijvoorbeeld het implementeren van e-commerce of andere digitale oplossingen lanceren om extra omzet te genereren. We zijn aan digitale transformatie gestart, vooral vanuit een constant contact met onze klanten willen houden. Nu in COVID-tijden is dat uiteraard versneld, want het reizen is niet meer mogelijk. Dus digitaal is bijna de enigste kans om contact met onze klanten te houden. We werken geruime tijd met Delaware samen in dit digitaal transformatieplan een tweetal jaar. Maar Delaware aan zich is al 20 jaar in Modelaar actief. Onze ervaringen zijn dat de mensen van Delaware zeer professioneel zijn, zeer goed weten waarover ze het hebben en vooral capabel zijn om te luisteren waar onze business over gaat.